Nothing will stop me. Als we willen leven, moeten we blijven ademen. Inademen en uitademen. En als sporter is ademhaling ook heel belangrijk. Als we grote inspanning willen leveren, dan gaat onze hartslag omhoog en moeten we sneller gaan ademen. En dat is juist ook goed, want ons lijf en onze spieren hebben die extra zuurstof nodig. Dus om die inspanningen vol te houden, moeten we blijven ademen. En geestelijk werkt het eigenlijk hetzelfde. We moeten inademen en uitademen. En als we onze Bijbel lezen, dan ademen we in. En als we bidden, dan ademen we uit. En als we bidden, dan zijn we in relatie met onze hemelse Vader. En net als Jezus mogen wij in een intimiteit met de Vader zijn. En Jezus die bad vaak en veel. En zijn discipelen verlangden naar diezelfde intimiteit met hun hemelse Vader. En ze vroegen in Lucas 11 dan ook aan Jezus, Heer, leer ons bidden. Jezus antwoordt op die vraag dat als je bidt, dan mag je Vader zeggen, onze Vader. En elke keer als je op die manier bidt, word je bepaald bij de intimiteit van de relatie tussen jou en de Vader. Je bent zijn kind en op die manier mag je met God praten, mag je met God de Vader in gesprek zijn. In de wetenschap dat Hij als een Vader van je houdt en het beste met je voor heeft. En Jezus zegt ook heel specifiek onze Vader. Dus het houdt ook in dat we samen mogen bidden. Samen als gelovigen zijn in relatie met God. En dat helpt ons ook om het beter vol te houden, om het samen te doen. Daarnaast bidt Jezus ook veel alleen. Hij stond vaak midden in de nacht op om te bidden en dan bad hij urenlang. Wat is jouw beste tijd om te bidden? Vaak is de tijd die over is wel goed genoeg om nog even te bidden. Maar wanneer ben jij het meest wakker? Wat is jouw helderste moment van de dag? Als Jezus zijn discipelen het onze Vader heeft geleerd, gaat hij verder met een verhaal over een man die midden in de nacht een vriend op bezoek krijgt. En hij gaat vervolgens naar een andere vriend om hem om 3 broden te vragen. En hij bonst op de deur net zo lang totdat die man, die natuurlijk al lang ligt te slapen en zijn kinderen ook, open zal doen. Zodat hij zal krijgen wat hij nodig heeft op dat moment. En op dezelfde manier mogen wij onbeschaamd blijven bonzen om te vragen voor de mensen om ons heen. Voor onze teamgenoten, voor onze club, voor onze tegenstanders. We mogen onbeschaamd blijven bidden en blijven vragen. En Jezus gaat dan verder. Daarom zeg ik jullie, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klopt en er zal worden opengedaan. We mogen op die manier bidden zonder op te geven. En het zegt niet dat waar we dan ook om vragen, dat dat allemaal specifiek ook zal komen of zal gebeuren. Maar het zegt iets over God. Dat God de verhoorder van onze gebeden is. En God verlangt ernaar dat wij aan hem kenbaar maken wat we nodig hebben of wat we voor een ander verlangen. Omdat hij zo ons geloof en ons vertrouwen wil zien. En Sanne Wevers, de turnster die in Rio goud won, zei in haar speech toen ze was verkozen tot sportvrouw van het jaar 2016, dat voor haar het meest emotionele moment was toen de voorbereiding klaar was. Alles was gelukt, alle opoffering, alles was doorstaan. En toen moest dat ene moment nog komen, maar voor haar was het op dat moment al gelukt. Als we bidden gaat het niet zozeer om het neerzetten van een prestatie. Nee, het gaat in de eerste plaats om de relatie met God, de Vader. Om de intimiteit. Maar soms gaat het wel om de weg ergens naartoe. Als we bidden voor een overwinning. Om een verlangen wat we hebben voor iemand anders of voor onszelf. Op die weg mogen we onbeschaamd bidden. Mogen we bidden zonder op te geven. Zonder dat we een garantie hebben op dat ene moment. Maar we hebben wel de zekerheid dat God dezelfde is en blijft. Dat God de Vader is die het beste voor heeft met zijn kinderen. Dat God de Vader is die zal geven, die laat vinden en die zal open doen. Laten we dus bidden. Adem in, adem uit.